Er is één iemand die absoluut, daar moeten we naar kijken. Het is een artiest en ik weet, in lengte van jaren zullen we dit altijd blijven zien, wat hij ook gaat doen. Zullen we eerst kijken, dan gaan we hem laten zien. Wat vind je eigenlijk van de arbeidsinspectie, van die beslissing? Nou, ik vind dus zelf, ik ben 14 jaar. En je moet dus 15 jaar wezen. En ik vind het dus stom, gewoon stom. Dat je dan, ik heb dus die film gemaakt. En volgens mevrouw Loep van de arbeidsinspectie mocht ik dus in 2 programma's. En ik heb er dus nog alleen gehad. Dat is een goeie. Heb je zelf met ze gesproken, met de arbeidsinspectie? Nee, dat is zomaar even afgesproken zo. Oh, nee. Ik heb helemaal niet, dus zeg ook dat ik capsules krijg. En, heb je ze al? Nee, dus maar ze zei dus dat ik capsules kreeg. Ja. Maar ze kennen me niet eens. Ja, alleen van de film, maar voor de rest kennen ze me niet eens. Daar wou ik dus nog wat zeggen. Ja. Ze zeggen dan, tenminste, ik vind het gewoon stom, want ten eerste blokkeren ze dus ook mijn toekomst. Ja, inderdaad. Ik ben wel, moet ik je zeggen, aan het eind van die film verschrikkelijk verliefd op je geworden. Ja. Even een kusje geven. Sonja, je zegt tegen hem, je bent verschrikkelijk verliefd. Dus de cirkels rond. Martin Bril verliefd op jou. Jij weer verliefd op Danny de Munk. Hij is hier. Hello. Hij gaat een speciaal nummer voor je zingen. Geef een applaus. Danny de Munk. Daar gaat ze. Ze vindt het mooi geweest en pakt haar jas. Daar gaat ze, zo opzienbarend als ze altijd was. Nu slaat ze de hele Fara met verslagenheid. Ik heb zo vaak gezien hoe zij bovenop de barricades klom. Die rode dagen zijn voorbij, want nu gaat het commercieel en dom. Nee, nergens meer om. Daar gaat ze. Want met een terugblik heeft ze afgerond. Nu praat ze alleen nog met haar man of met haar hond. Daar gaat ze. Nu komt er nergens meer goed nieuws aan. Ik gedenk dan ook met veel respect. Open het dorp, of was dat mis? Nou, in elk geval was elke act, ja, meer dan perfect. Maar ze vertrekt. Sonja, 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 wat een stroop. Daar gaat ze. En nu staat dan niemand ooit gezond meer op. Maar aan het eind van dit gezang springt de natie van de drie zitsbank. En jubelt, jij was jarenlang het volmaakte beeld van beeld en klank
van de bovenste plank. Eeuwige dank, ja daar gaat ze. Sonja, Sonja, wat een stroom. Daar gaat ze. Dank u wel. Een lied op tekst van Ivo de Wijs. En Jenny werd begeleid door een klein orkest onder leiding van Jan Rietman. Ja, kleine jongens worden groot. Nou, jonge presentatrices worden oud. Ik vond hem zo lief. Ja, maar hij is nog steeds heel erg lief. Ja, is hij nog zo lief? Als je van een bepaalde kant bekijkt. Aan alles, je bent er zelf mee begonnen, komt een eind. Ook aan deze uitzending. Aan een prachtige carrière die je waarschijnlijk nog gehoord gaat zetten op een andere manier. Je gaat misschien koken of iets anders aan gekkigheid doen als officier. Van, dus zou je ook bij de koningin mogen komen binnenkort? Nee, maar weet je, voor zo'n ding moet je, vind ik, moet je echt ploeteren. Je moet aan een dijk graven of in een fabriek moeilijk of bruggen bouwen. Maar we hebben een verrassing voor je, dat ga je het komend jaar allemaal doen. Ja. Maar ik heb 40 jaar echt fluitend naar mijn werk. Ik deed het leukste wat een mens kan doen. Wil jij, tot slot van deze uitzending, het nog één keer... Ja, nou, wanneer dan? Ja, ik wil. Wil jij voor ons allemaal, het is morgen oudejaarsavond, we gaan het nieuwe jaar in. Wil jij voor de laatste keer waarschijnlijk, nou, het zal zo zijn, de mensen nog één keer op je eigen manier goeienacht wensen? We bedanken je voor je komst. We bedanken voor de komst voor alle gasten hier, de mensen die hebben meegewerkt. Het was een hele fijne avond. Ik zou zeggen, het laatste woord is aan jou. Ja, nou, mijn dank is groot aan iedereen. En voor straks, lekker slapen en morgen gezond weer op. Ja.